Nou, Rien, wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? De kijkers luisteren, de kijkers thuis die kijken geboeid mee naar wat jij nu allemaal aan het doen bent. Ja, we gaan geen filmpje maken. Maar vertel. Nee, we gaan geen filmpje maken. We gaan geen filmpje maken? Dan ben je chagrijnig. Geef maar aan mij. Jij een keer op de film. Nou, Perry, vertel de kijkers thuis even wat we aan het doen zijn. Ik doe even mijn zonnebril op. Doe mijn zonnebril even op. Het is wel erg onpersoonlijk naar de kijkers thuis toe. Maar vertel even over hoe het hier is. Sorry, kijkers thuis, voor deze onpersoonlijkheid. Wij lopen hier in de Sila. In de Sila, kijk naar je schoenen. In de Sila, zo'n beetje in het beetje noordelijk deel van Calabria. En we hebben net geluncht. Het was dit keer echt een rijke lunch met goede broodjes, met goede salami, goede kaas, ja. Goede jus d'orange met een bella panoramica. En we zijn nu weer op weg terug naar het dorp waar wij zitten. Het is wel een hele enorme herrie hier, Perry. Echt gigantisch. Ja. We zijn, het is een soort van the days after. Misschien voor de kijkers thuis. We hebben net 3 dagen geleden te horen gekregen dat er bij ons thuis in Rotterdam is ingebroken. Nou, dat was natuurlijk wel kut gewoon eigenlijk. Nog steeds. Maar we hebben toch besloten om hier te blijven. Maar onze gedachten die zijn toch nog wel regelmatig daar. Van wat er nog wel is achtergebleven. Wat ze hebben meegenomen. Vuile handdoeken, beddengoed. Dat soort rariteiten. Maar we proberen het een beetje achter ons te laten. En er niet al te veel aan te denken. Dat lukt ook wel redelijk eigenlijk. En met dit soort wandelingen en dit soort mooie bossen. Mooi weer. Een redelijk koele temperatuur. Althans, het is niet 38 graden hier. We zitten wat hoger. Op iets van 1200 meter. Het is allemaal redelijk te doen in een fantastisch hotel. Zeer stil. Met twee losse bedden en 1 grote... tweepersoonsbed. Ze hebben 2:10 nu, Perry. Het gaat wel heel lang duren nu, hoor. Twee hele grote kamers. Met alle gemakken van dien. Dus dat is wel heel fijn. We zitten in een ongelooflijk... Het dorpje zelf is waanzinnig toeristisch. Daar is ik durf bijna niet te zeggen, maar... ik denk dat je is vinger, er een treintje? Je vinger zit nu voor de lens, volgens mij. Ja, Rien, er is een treintje. Oh. Er is een verschrikkelijk treintje met daarachter... Met daar is het ook heel fijn spritz drinken. En wat we straks natuurlijk ook weer gaan doen, daar verheugen wij ons zeer op. Dus kijk eens thuis. Wij hopen nog 1 of 2 keer bij u terug te komen. Zij het vanuit Reggio di Calabria. Zij het vanuit Bella Roma. Ik zou kijk eens thuis. Tot dan. A domani. A domani.